Ik ben hier bezig met het herbouwen van de boerderij waar ik geboren en getogen ben. Ik heb gekozen voor dakelementen omdat ik het huis waar ik hier 300 meter verder woon, 30 jaar geleden ook dakelementen van Unilag heb geplaatst. Hier heb ik gekozen voor de combinatie van het gedeelte pier en nog een stukje glaswol, omdat dit beter akoestisch isoleert. Dus daarom heb ik gekozen voor deze elementen, ook omdat de onderzijde van de eerste keer afgewerkt is. Het is niet het goedkoopste, maar je spaart natuurlijk aan werkingskosten, omdat eigenlijk in een dag of twee, drie zou het moeten lukken om alles dicht te krijgen. En de binnenzijde is afgewerkt. Het is eigenlijk all in one. Dus dat scheelt wel een stuk dan in arbeidsuur. Ik heb telefonisch contact gehad met de persoon die rondgaat voor Unilag, die eigenlijk het commerciële verhaal vertelt en ook de technische uitleg geeft. Die mensen zijn ter plaatse gekomen, hebben helpende opmetingen doen. Ze zijn ook bereid, als er problemen zijn, om ter plaatse te komen, nog wat uitleg te geven om de plaatselijke timmerman ook nog wat op weg te helpen en als het zijn eerste keer is, wat opleiding te geven.